Ja, Paul, de derde wedstrijd op rij dat jullie punten laten liggen. Maar het verhaal van deze wedstrijd is volgens mij wel anders dan tegen Jong Ajax en Eindhoven. Ja, ik denk dat we... Ja, we hebben kansen genoeg gehad en hun eigenlijk helemaal geen kansen, denk ik. En dan kom je op 1-0 en dan weet je de tweede helft, dan moet je hem uit gaan breiden. En ja, dat verzuimen we. En ik denk, ja, als je die 2-0 niet maakt, dan weet je, dan hoeft hij maar bij hun één keer goed te vallen. En ja, hoe die er ook in vliegt, dat gaat nergens over, maar hij ligt wel binnen. Meestal is het benutten van kansen, rendement, dat is vaak niet een probleem waar we met jullie over praten. Dus wat dat betreft, waar zat het hem dan in vanavond, denk je? Ja, we hebben volgens mij de meeste doelpunten nog steeds gemaakt. Dus ja, ik weet ook niet waar het aan ligt. We wisten van tevoren dat hun de ruimtes heel klein gingen maken. En dat het moeilijk zou worden. Alleen, we hebben denk ik kansen genoeg gehad om ze te maken. Maar ja, dat doen we niet. En wat ik net al zeg, dan hoeft hij bij hem maar één keer goed te vallen. En dan valt hij binnen. Ja, jouw doelpunt was een hele mooie, geloof ik. Hè? Beleef je dat zelf dan ook als spits? Van ja, dit is ook technisch gezien volgens mij een moeilijk doelpunt. Ja, ik moet hem eigenlijk nog even terugzien. Alleen, Fortes gaf een goede voorzet en ik kom goed naar de eerste paal. En dan schamp ik hem en dan valt hij in de verre hoek volgens mij. Dus viel hij goed binnen. Slag van rust ook. Dus. Hoe bevalt het jou überhaupt om, je hebt ook nummer 10 op je rug, maar om als nummer 10 te spelen? Want dat is niet, volgens mij niet een positie die jij je helemaal eigen hebt gemaakt in zo'n korte tijd. Hoe bevalt die rol? Nee, wat je zegt, het was wel anders voor mij, maar ik moet zeggen, het bevalt me goed. Ik voel me er wel wat lekkerder net achter, dus het bevalt me wel goed. Dus, ja. Ja, en af en toe ook goede, als een echte nummer 10, goede steekballen tussendoor. Ik kan me eentje op Majele herinneren, in de tweede helft weet ik één. Ja, die loopactie met je kopbal in de tweede helft, dat viel het ook echt als een echte nummer 10 in. Ja, ik moet zeggen, het gaat ook lekker, dus ik hoop het zo vasthouden. En dan moeten we gewoon punten gaan pakken. En dan moet het allemaal nog wel goed komen. Is het ook iets wat jouw voorkeur kan krijgen? Of blijf je voor jouw gevoel wel altijd een echte centrumspits? Dat toch jouw positie blijft, gevoelsmatig? Ja, het is natuurlijk... het is niet heel anders. Ik speel wel een beetje ook als een diepe team. Dus het is niet dat de positie heel anders is. Alleen ik speel er net even achter. Dus of ik in de spits speel of op 10... dat maakt me niet echt heel veel uit. Hey, Willem II nog maar één punt bij jullie vandaan, is de stand op de ranglijst. Wat voor een rol speelt dat ook in de kleedkamer, in het bespreken? Is dat dan inderdaad het topic van ze komen heel dichtbij? Of is dat een onderwerp dat juist niet besproken wordt in zo'n spelersgroep? Hoe werkt dat als je zo'n voorsprong ziet slinken en slinken? Ja, tuurlijk. We zien dat de voorsprong die wordt steeds kleiner. Alleen, ik ben van mening als wij gewoon ons eigen spel gaan spelen en dat we echt het voetbal terugbrengen en wat minder lange ballen spelen. Dan denk ik dat we gewoon van iedere tegenstander kunnen winnen. En dat het ook goed gaat komen. Alleen, daar moeten we wel nu mee gaan beginnen. Want anders wordt het moeilijk. Ja. Kunnen we al spreken ook, 3 wedstrijden nog niet gewonnen. Mag je dat dan een dip noemen? Of is dat echt eigenlijk te flauw? Kijk je dan alleen naar de resultaten? Of is het gewoon, zeggen die resultaten ook voldoende dat het gewoon een dip is? Ja, misschien wel. Ja. We hebben nu, wat je zegt, 3 keer op rij niet gewonnen. Dus... om niet te spreken van geen dip, wil ik het niet noemen. Anders win je die wedstrijd gewoon. Alleen, we moeten er snel uit zien te komen. En dan komt het allemaal wel goed, denk ik.